vertrouwen hadden jullie voordat deze race begon? Dat had wel een deukje gekregen, omdat we 2 weken geleden maakten we een zware valpartij in de voorbereiding. Mijn schouder, mijn sleutelbeen, die schoot uit zijn verband. Alle banden werden afgescheurd hier. En ik heb de training niet zo kunnen doen zoals ik het had willen doen. We moesten een beetje creatief zijn, zeg maar, en moesten ons aanpassen. Hoe ging die race dan vervolgens? Eigenlijk direct vanuit het vertrek hadden we het zwaarste stuk richting de N-weg. Dan na de N-weg kom je terug met de wind een beetje in de rug. Dan staan jullie met die hele mooie trui en dan moet ik erbij zeggen, eindelijk. Ja, eindelijk. Waarom eindelijk? Want dat gevoel hebben jullie ook duidelijk. Ja, klopt. Ja. Nee, ja, ik denk dat we... Ik ben de tel kwijtgeraakt eigenlijk. We hebben best al vaak zilver en brons gehaald op een WK. Dus ja, mooi dat het nu in eigen land een keer goed valt.